Hey, dit is Michael van der Weert van Webtalus.nl. In deze video wil ik jullie laten zien hoe je in WooCommerce een klant de mogelijkheid kunt geven om een product als een cadeautje te laten inpakken. En wanneer is dit handig? Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je niet naar een verjaardag of een feestje kan, maar wel graag een cadeau wilt versturen die ook meteen ingepakt is. Op de website zal het er als volgt uitzien. Je geeft de klant de mogelijkheid om het inpakken als een cadeautje aan te vinken. En ook meteen de extra kosten weergeven. Ja, hoe kunnen we dit doen? Als eerste gaan we ervoor naar het dashboard. En daar hebben we één extra plugin voor nodig. En die plugin die heet WooCommerce Product Gifts Web. Wanneer we deze hebben geïnstalleerd, kunnen we naar de standaard instellingen gaan door naar WooCommerce instellingen te gaan. En meteen op de eerste pagina hier zien we al drie extra instellingen die we erbij hebben gekregen. Ja, door dit aan te vingen zorg je ervoor dat uh, de mogelijkheid voor de klant er is bij alle producten om aan te geven dat het uh, ingepakt moet worden. Je kunt het weer per product overschrijven, dus je kunt het ook uitzetten bij producten die niet ingepakt kunnen worden. Je kunt de standaardprijs die je wilt hanteren voor de inpakkosten kun je invullen. Bijvoorbeeld 1 euro, zoals je hier ziet staan. Dit is ook weer per product in te, of, uh, aan te passen. En tot slot kunnen we ook nog een tekstje die je ook op de productpagina net zag uh, kun je invullen. En het belangrijkste hiervan is dat je zorgt dat er een checkbox is, zodat de klant het ook kan aanvinken. En de prijs die zet je niet vast erin, omdat je dit kunt variëren per product. En op deze manier door deze code te gebruiken, zal er, uh, bij alle producten gewoon de juiste prijs staan. Nou, ik zal nog even het product zelf gaan bewerken. Stel, we willen een Flying Ninja kopen. Maar we willen hier de uh, inpakkosten 2 euro maken. Dan bewerken we het product. En dan zien we hier al meteen uh, de prijs staan. Dus dan maken we gewoon even 2 van. En je ziet hier ook de mogelijkheid om het helemaal uit te zetten. Maar dat doen we nu even niet. En als we dan op bijwerken klikken. En het product bekijken. Dan zien we dat de inpakkosten nu 2 euro zijn. Nou, wanneer we het in het winkelmandje doen, dan kunnen we ook nog steeds zien dat we hebben aangevinkt dat het als een cadeau ingepakt moet worden. Zoals je hier ook ziet staan. Ik heb deze twee zinnetjes heb ik wel aangepast uh, met behulp van Local Translate. Er is geen instelling voor en anders staat het in het Engels. Dus dat is iets wat slordig. Ik zal onder deze video nog wel even een linkje plaatsen naar de beschrijving hoe je dit kunt aanpassen. Als we doorgaan naar afrekenen, dan zien we het ook nog staan. Zoals je hier ziet. En zo simpel is het eigenlijk. Op deze manier kun jij jouw klanten de extra mogelijkheid geven om een product in te laten pakken als een cadeautje. Succes. Was deze video handig voor je? Laat het dan even weten door een duimpje omhoog te doen. Wil je weten wanneer er een nieuwe video verschijnt? Klik dan rechtsonderin op de rode knop om je te abonneren op mijn kanaal. Wil je direct een andere video bekijken? Klik dan op de linker of op de rechter afbeelding en de video zal direct voor je beginnen.